We zijn hier vandaag een klein kasteeltje omdat er een persconferentie was om een Solidarity Village voor te stellen. En dat is eigenlijk de plek waar we alle NGO's verzamelen. En dit jaar is het centrale thema dat wij gekozen hebben clandestino. Dat wil zeggen de Zuid-Noord-migratie, eigenlijk, de problematiek er rond, de nadelen en de voordelen. We hebben 14 organisaties die hun werk daar rond komen voorstellen. En we hebben ook een aantal projecten die wij elk jaar steunen. Elk jaar zijn er nieuwe projecten. Dit jaar is een van de projecten onder andere Brussels Refugee All-Stars. En dat is omdat wij workshops hebben gedaan met de inwoners van het Klein Kasteeltje. Die hebben werken gemaakt, zelfportretten, waarbij ze eigenlijk een beetje aantonen van waar dat ze komen. En een beetje een verhaal op die manier weergeven. Op het festival hebben we echt een Solidarity Village met zowel de verenigingen die rond het thema hun werk voortstellen als de 6 projecten die worden voorgesteld. Een ander belangrijk project is een vereniging in Senegal dat we steunen. Dat is een mevrouw die daar een vereniging heeft opgericht om de clandestine emigratie een beetje tegen te werken, omdat ze haar kind verloren heeft bij een overvaart op die beroemde bootjes. En voilà, en zij is ook aanwezig op het festival en zal ook getuigen over wat zij meemaakt en wat zij doet in Senegal om de mensen eigenlijk ook een beetje de nadelen van de immigratie aan te tonen. De bezoekers die kunnen ook meedoen aan sensibiliserende activiteiten eigenlijk? Ja, natuurlijk, het Solidarity Village is niet zomaar standjes. De bedoeling is dat het echt wel geïntegreerd is in het festival. We doen daar heel veel inspanningen voor. Een van de dingen is de mensen die binnenkomen op het festival zelf, die krijgen een soort voorlopig paspoort dat maar 3 dagen geldig is. En ze mogen zich laten regulariseren in het Solidarity Village door 5 activiteiten uit te voeren. Dat kan van alles zijn. Dat kan een schilderij maken bijvoorbeeld. Dat kan ook zijn meedoen aan een andere workshop of een informatie invullen over een bepaalde associatie. Er zijn 5 testen die ze moeten doen. En als ze winnen, winnen ze een reis naar Senegal. En niet om op het strand te gaan liggen uiteraard, maar om de vereniging van mevrouw Bayam te gaan bezoeken. Dus die strijd tegen de clandestine immigratie. En dan natuurlijk is er de muziek op het festival. Wat staat er zoal op de affiche? Ja, zoals altijd, we hebben altijd een aantal heel grote namen voor het grote publiek. Zucchero, Erykah Badu, Orishas, Cassaflos van, de grote namen uit de wereldmuziek. En daarnaast heel veel kleinere groepjes. We hebben ook heel veel Belgische groepen. We doen een wedstrijd die heet Wanted. Dat is een oproep voor onbekender talent voor Couleur Café. En dat is echt een mengeling van, dat gaat echt van hip-hop tot electro, tot Afrikaanse muziek, tot jazz. Dat is echt alles tussen. En daarnaast hebben we ook buitenlandse ontdekkingen, heel veel hip-hop, reggae, ragga. Dus ik zou zeggen, ga gewoon op couleurcafé.be om het zelf te ontdekken en te beluisteren. Breng vooral de zon mee, want zoals het nu is, is het misschien een beetje frisje. Ja, die is al lang besteld, uiteraard. 3 dagen boven Couleur Café, 30 graden.